Zo goed? It's here! Oh, ik heb de zakken. Freaking Mac Delivery. Dit is toch de ja. toekomst? Ja. Nou, het is er al altijd, maar hoi en noekbang. Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Met. Hoi! En ik ben blij. Want we hebben al heel erg video's aan gemaakt. Want... Want, ja, we haten elkaar, maar ja, we zijn nu weer samen. Heb je een relatie? Nee, jongens. Nee. We zijn al helemaal verlaten, dus. Zoals je kan zien, gaan wij een mukbang opnemen. En dit keer van de Mackie. Hey. Hey. En ik weet niet of jullie weten, maar ik heb heel lang gezegd dat de Mac een beetje boycott. Want ik ben elke keer gewoon niet lekkerder door voel. Maar... Nee, je voelt je echt alsof het daarna uit je lijf zweet. Of zo. Goor. Ja, maar we hadden best wel zin in en ze hebben nieuwe menu's. Veggie! En dat gaan we nu testen. Oké, ik heb dus de... Hebben we nou de crispy of niet? Wij hebben de homestyle crispy chicken. Dat staat ook op de doos. Doe jij dat nooit? Nee, wat een idee zeg. Ja, wat een idee. Hoppatee. Kijk eens. Vandaag ga ik friet eten. Ik heb gisteren friet op en eergisteren heb ik brandendaartje op. Hey, maar het is zo, hey, het is plant-based, hè? Het is vegan. Ik ben al aan het eten hoor, ik kan niet meer. Oh, ik ook. Oh. Ja, ik heb die wel zin in eigenlijk. Ja, die saus. Ja, ik heb het echt gemist. Die moet ik nog hebben in mijn huis. Mmm. Dus ik heb nog nooit een mukbang gedaan. Dus dit is een soort... Mukbang ontgroening. Ja. Voor Roy. Nou, heerlijk. Ja. Met goed eten. Ja. Dat hoort erbij, denk ik. Nou. We hebben op Instagram gevraagd of jullie vragen wilden achterlaten. En die gaan wij beantwoorden. Mmm. Zo eten. Nou, goed leuk. Mmm. En mijn eerste vraag was, die ik zag, die ik heb bij boven, heb ik al een video. Hoe hebben we elkaar leren kennen? Mmm. Maar je moet even nadenken, want ik wow, dat moet ik ook even doen. Volgens mij, we kennen elkaar via Twitter. Ja. En via Instagram. Nee, Twitter hè? Ja, het kwam echt via Twitter. Twitter is dat place to be. Ja, en toen ging ik gewoon volgen, want die tijd ging je ook gewoon iedereen volgen, ook al had je die ook nog nooit geboekt of precies. Niet. En weet ik niet, toen was het ook wel, niet dat we veel praten tegen elkaar. Nee. Maar we waren wel geïnteresseerd in elkaar. Dus ja. We keken ook gewoon jouw dingen, jij keek volgens mij mij. Ja, ik keek vroeger, vroeger toen YouTube nog helemaal niet zo bekend was, keek ik Roy en Bo altijd met muziekvideo's. Oh, ja. Dus dat is zo funny. Oké, ik ga hem proeven. Dat is ook 7 jaar geleden. Uh-huh. Oh, er gaat een ui. Is het kip? Hoe kan dat? Het smaakt bijna naar kip. Soms denk ik van, ze zijn gewoon stom aan het doen. Het is gewoon echt kip. Ik ben... Daar gaat ze weer hoor. Met. Geen dit gehad. Hoe kan dit? Misschien, weet je wat ik denk? Dat het echt kip is? Ja. En dat ze ons voor de gek ja. houden? Ja, dat denk ik echt. Maar wij wel 100%. Nou, ik heb nog nooit zeg maar, nep kip gegeten die echt zoals kip smaakt. Hij is super lekker. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik ben al echt, denk ik, een jaar vega nu. Mm-hmm. Dus, nou, echt full vega nog niet echt. Het biologisch vlees nog. Ja, me too. Dat maar ik wel. Zat er wel altijd, ja, ik zat er wel altijd ook, hoe zeg je dat? Ik lette er wel eigenlijk altijd op. Mm-hmm. En dus, ik had ook gewoon niet heel vaak vlees, want nee. Je hoeft niet elke dag vlees te eten. Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Maar kip? Ik moet gewoon ja. kip hebben. Jij bent je kip? In mijn leven. Ik ben echt impressed. Lekker toch? Ja. Spilling the tea. Nee. En toen ging ik op The Gathering, volgens mij. Ja. Ah, als je nog... Ja, je bent heel erg veranderd, in een good way hoor. Ja, ja, maar ik mag het ook bij. Ja, toen was ook nog heel verlegen, dat weet ik nog. Mm-hmm. Toen ik net begonnen met YouTube denk ik, dat is ongeveer 4 jaar geleden. Ja. Het is al 4 jaar dat ik het ken. Toen hadden we een heel leuke visie. Oh my god, dat was zo leuk. Na The Gathering. Mm. Het was een afterparty met alle YouTubers en het was echt om nooit meer te vergeten. Nee, echt hoor, dat letterlijk. Echt nooit meer. Oh mijn god, wat een drama. Weet je, dat is echt de eerste keer ook denk ik dat ik zoveel had gedronken. Ja. En het was echt crazy. Ja, maar weet je hoe dat kwam? Door wie? Door Bart. Ja, Bart is echt onze... Onze alcohol guy of zo. Ja, die gaat ons, dat is echt onze feeder ja. naar alcohol.
Dat klinkt niet goed. Don't do alcohol. Met hart. Met hart. Oh, nee, maar hij zegt wel, oh, je doet maar even nog een scheutje erbij. Oh, nog een soortje. En nog een soortje. En dan waren we helemaal dan en dan hey, ik heb een broekje. Kijk wat ik heb mijn broekje gehaald. Het was wel echt heel leuk. Oh, echt leuk, hè? Dat mis ik wel. Ja, ik ook. Ja. Maar ja, hè? Nu tegenwoordig zijn er niet meer zulke soort feestjes. Nee. Spullen die. Ja. Nou, dat was de eerste vraag. Dus zo. Ja, en daarna hebben we gewoon eigenlijk altijd nog contact gehad. Ja, maar wanneer hebben we voor het eerst afgesproken dan? Volgens mij hebben ze burgertrut. De burgertrut. Dat hebben we samen als eerste. Mm. Een burgertrut hier. Oh mijn god, we zijn net nog weer de Deliveroo van, oh we gaan geen burger eten vandaag. En we zijn weer een burger. Nou, schijt toch uit, gooi haar de ramen. Weet je wat ook ideaal is in Rotterdam? Nou? Dat je je pambami naar de M&A gaat leuren. Ken je die? Nee. Die pambami, het is echt leuk. Nee, weet je wat ik grappig vind? Wat? Boterham! Boterham? Is het niet boterham? Dat zeg ik. Nee, dat is boterham. Oké, jullie weten wat we zeiden. Leuk dit. Boterham! Kijken mensen het ook echt met het eten? Als ze ook zo. Ik denk het, maar ik denk dat ze heel erg honger nu krijgen van ons. Mmm. So I'm sorry. Ja. Weet je, wat voor saus zit hier ook? Ik vind het raar. Lijkt een balsamico. Nee, dat is kaas hoor. Oh. Ik weet niet, het is een beetje zuurig. Ja, maar hij is heel lekker. Zwart. Ja, maar hoe eet je dit nou? Ik ben echt een mes. Oh, hij rolt er van mij vanaf. Ja. Ik zal niet slaan. Ga samen een ASMR video maken. Nee, hoi. Okay. Ik heb echt moeite met dit te editen, hè? Ja, doe de oortjes maar even af. Oh, ga ik uitvallen nu? Nee, is mij niet. Dat doe ik ook altijd met boven. Dat deed ik ook. En dan... Gaat hij uitvallen? Ja, hij knippert dan en dan opeens valt hij uit. Volgens mij is dat zo. Ze doen dat... En dat is zo goor en dan... Ken je die met die vrouw die al voor? Vind je ASMR echt vreselijk? Ik kan er echt niet naar kijken. Mm. Ik vind mukbang, als je me niet hoort eten, ik kan nog wel kijken. Als ik iemand hoor smakken bijvoorbeeld. Ja, maar niet zo intens. Nee, maar okay. Dat in dat fluisteren. Oh, nee, nee, nee. Nee. Dus I'm sorry, we gaan geen ASMR video maken. Misschien Roy in de future. In welk land zou je willen wonen behalve Nederland? Sowieso weet je niet van mij. Frankrijk, natuurlijk. Ja. Paris. Ja, ik wil raden. Oké. Okay. Oh, je zei het al, ik vind hier Engeland. Ja. Wat wil dat? Ja, waar zie je mij anders ook zitten? Ja, nee, ja. Ja, Engeland? Mm-hmm. Mm. Ik denk in. Je kent Brighton toch wel? Ja, dat is wel. Het is zo'n creatieve plek en. Ja. Het is wel een stad, maar het is ook wel weer rustig of zo. Maar zou je daar echt wonen? Ik bedoel. Zou je ooit immigreren, denk je? Oh, ik heb er wel over nagedacht misschien. Ja, ik ook. Maar niet nu, want ik woon nu net hier. Ja. Dat wat ik wil zeggen, het is een nieuwe house. Oh ja, oh, dat is leuk geweest. Mensen denken, oh, die zit in een Airbnb voor de video of zo. Nee, ik zit dus in Roy's nieuwe huis. Ja. Ook eindelijk in Rotterdam. Op mezelf. Ben blij. Ja, ik ook. Maar ik kom hier nu elke dag. Nee, ik weet. Dat mag, dat mag. Ik kan toch niet, sorry dat zat vast, die hoort aan mijn stem. En ik, dat ik hem inhoud. Kan niet. Helemaal handig van, hè? Ja, zo merk ook ook gekoppeld uit. Nee, ik woon hier nu sinds. Sinds drie dagen. Opnemen, ja. Heb ik hier 2 dagen geslapen. Ja. Ja. Nee, maar wat er al staat is echt al. Ah, oh, dankjewel. Ja. Super lief. Ja. En ik ben mijn cadeautje vergeten. Even niet, je komt nog vaak. We gaan misschien binnenkort ook nog een andere mukbang opnemen. Want we zagen allemaal dingen van, oh ja, dit kennen we ook. Dit kennen we even. Dit. Dus laat even hieronder weten, wat voor eten. We moeten eten ooit op een keer. Wat zeg ik? Ik kan niet vandaag. Het kan van alles zijn. Er zit echt we wilden Surinaams bestellen. Maar toen hadden we opeens, wilde ik echt... Oh, ik wil McDonald's. Maar ik wil toch wel die nieuwe McChicken. Ja, ik was echt benieuwd. Ja. Maar ik wil ook McDonald's. Hmm. Oh. Wel vandaag. Ja. Dit is een hele uiering. Wow, ik kan er de andere op. Dat is wel intens. Heftig. Maar weet je wat ik kut vind? Dat ding valt ook uit elkaar. Ja, dan moet ze iets op verzinnen of zo. Ze moeten zo'n zakje eromheen. Ja. Mijn moeder, wat is een mukbang?
Nou, dit. Oh, dit is een leuke. Oh. Laatste aankoop waarvan je spijt hebt. Waar heb ik spijt van? Oh, ik weet waar ik spijt van heb. Wat dan? Ik heb dus een boek gekocht van Polar Skate. Ja? Ja. Nou, en ik kwam met een nieuwe collectie en ik vond het vet exciting. Hele mooie lookbook en alles, weet je wel. Nou, is er zo'n witte broek. Dus ik denk, oh, weet je, dat heb ik helemaal niet. En het was heel leuk gesteld. En hoge Converse. Cool. Zag er super cool uit. Ja. Zal ik hem even pakken? Ja. Jij gaat het zien. Ga ik hem aandoen? Oh, wat ga ik doen? Je friet wordt koud, hè? Ja. Oké, kom, ik zie je. Ja. Ja, jullie zien dat nu niet, maar... Oh, ik vind het wel intens, hoor. Dit is heel intens. Weet je wat je met je rijdt? Misschien moet ik dat niet inzetten, maar... Ik heet al... Hare Krishna. Daar mag ik ook aan. Ja. Doe even motion. Dat zie je wel. Ja, je ziet het wel. Oké, misschien... Ja, en hij heeft... Het is ook zo lang. Ja, nou, hij was nog langer. Hij is al 2 keer naar was gegaan. Op hoge temperatuur. Maar het is wel een chille joggingbroek. Maar daar was het dus niet voor bedoeld. Ik ging hiermee door de stad en alles. Met een t-shirt. Het leek net of ik in mijn pyjama ging. Ja, het is een pyjama-broek, ja. Maar hoeveel was hij? Volgens mij was hij 90 of 130. Ja, daar heb ik echt spijt van. Oh, snap ik. Ook geen kortingscode even erbij of zo, nee. Maar waarom heb ik hem gehouden? Omdat ik hem terug moest sturen naar Zweden. En dat kostte 15 euro. Ja. Ja. Maar ja. Ja, dan denk ik, ja, doe maar een keer aan, even in de was en dan misschien is hij wel leuker. Mm-hmm. Nou, toen gingen die 30 dagen voorbij, kan je hem terugsturen. En nu heb ik hem gewoon maar thuis aan. Nou, dure pyjama-broek. Ik heb dus even geen miskoop. Want, nou, ik let echt heel normaal, was ik echt zo'n spender, zo van, hey, kom dit. Mm-hmm. En dan had ik er heel veel spijt van. Oh. Nu let ik echt super goed op wat ik koop. Beetje koud. Mm-hmm. Het is gewoon koud. Maar toen ze aankwamen waren ze een beetje langer. Dat is het probleem met Mac Delivery. Ja. De frietjes zijn altijd koud. Ik spreek uit ervaring. Kom het hier nog maar 3 dagen. Oké. Okay. Met verbouwing. Met klussen, mm-hmm. Ja. Dan mag het. Dan mag het zeker. Wat zou je doen als er geen YouTube was? Dat wij elkaar denk ik niet leren kennen. Dat sowieso. Wow. En ik zou me echt vervelen hoor. Want ik kijk genoeg van YouTube. Ik ook. Als YouTube er helemaal niet was. Ja. Of was dat niet de vraag? Ja, dat denk ik wel. Nee. Ik was rond de 10 of zo, volgens mij. Toen keek ik altijd muziekvideo's voor muziek, weet je wel. Ja. Clipjes.nl. Oh ja, clipjes! En dan downloaden via LimeWire. Dat was de eerste. Mm. En toen kwam YouTube. Ja. Maar wie waren de eerste YouTubers die jij keek? Bij mij was het Nederlands. Bij mij was het Teske en Vriend Camilla. En Dylan Hagens. Benelux collab. Als die mensen dat nog kennen, met Melanie, Lisa. Die zat er nog meer in. Ik weet het. Ja, nee, dat weet ik niet meer. Dat ging allemaal over de place. Zat ook in België natuurlijk een paar. Mm-hmm. De eerste YouTuber die ik heb gezien, ja? Was Shane Dansen. Ja, maar natuurlijk. Ik kijk zijn video nu nog steeds. Oh, ja. Maar niet, ik heb de hele periode niet gekeken, jaren niet gekeken. Mm-hmm. En nu kijk ik wel, ik vind het geweldig. Ja, hij is heel erg veranderd. Ja, maar ik vind het heel leuk. Nu vind ik het wel weer leuk. Ja, dat is echt leuk. Ja. Maar Nederlands? Nederlands, oeh. Ik denk ook Teske. Ja? Ja, wat ik me nu als eerste kan herinneren is haar 50 Things video. Oh my god. Ken je nog? Met een leuke muziekje. Ja. Tu. Dit is wel vreemd, steeds al pakken gewoon op die salon zag. Heb jij ook gezien? Maar dat moest van jou. Ja. Het setdesign bij Romane. Maar dat is toch, kijk hoe schattig. Mm. Ik kom zitten uit een alpaca boerderij. Gaan we er samen heen? Ja. Ja? En dan gaan we het vloggen als we naar de alpaca boerderij gaan. En dan gaan we mee wandelen, want ik wil een alpaca. Oh my god, ik ook. Ik was gisteren nog in Blijdorp. Maar nu hebben ze geen alpaca's. Oh. Maar ze leken wel. Zeg je alpaca? Of alpaca? Alpaca. Zeg ik alpaca? Ja. Maar ik zei ook, zeggen jullie Viscocam? Of VSCO? Of Viasco? Ik zeg Viasco. Nee, ja, nu zeg ik... Maar hoe zegt dat ook een fiasco? Ja. Of zegt ze nu ook visco? Nee, fiasco. Oh my god. Maar door jou zeg ik een visco. Ja, maar het is ook... Maar het is geen visco. Er zit er geen i tussen. VSCO. Ja. Toch? Visual Supply Co. Daar staat het voor. Co. Ja. Sorry. Oh. Ik heb dit al heel lang niet gegeten. Ik heb mijn maag helemaal confused. Alles is confused. It's a mess. Wat is je guilty pleasure?
Oh, ik weet hem al. Van mij? Nee, van mij. Sorry. Oh. Denk aan mezelf. Ga ik weer. Oeps. Nou, eten heb ik altijd. Dat ik zeg maar zout met zoet eet tegelijk. Oh, heerlijk. Chocola met chips. Oh, zeg maar. Ja. Dat is qua eten. En, maar ik vind bijvoorbeeld Jersey Shore. Oh ja? Ja. Maar, het is niet, maar nu denk ik niet van, ach, echt kijken of zo. Oké. Okay. Was gewoon een leuke periode. Ja, maar ik ben benieuwd wat jij hebt. Ik had het vanmorgen nog gedaan. Oh, dat klinkt heel gek. Eeuw! Dat gaat zo. Wat dan? Nee. Ik vind het heel lekker. Oh, dat klinkt nog zo gek. Cola bij mijn ontbijt te doen. En het is ook, dat doe ik niet elke ochtend, hè? Nee, gelukkig. Maar dan krijg je straks van pampus. Nee. Ja. Met zo'n buik. Ja. Ja, ik had gisteren een fles gevonden. Dus ik denk, oh ja. Even doen. Nee, dat is ook gelijk wakker. Ja, ik weet niet. Het koolzuur of zo. Het is gewoon fijn. Ik weet niet. Het is raar. Maar ja. Maar als je het lekker vindt, dan moet je het lekker doen. Toch? Ja. Ja. Goed. Jongens, waarom zouden jullie geen healthy mukbang kijken? Ja, misschien. We kunnen ook een green, healthy, vegan mukbang. Oeh, biologisch. Laten we het biologisch doen. Oh my god, ja. Love. Wij zijn allebei gewoon biologisch. Ja, maar ja, dat is zoveel lekkerder. Als het niet zo duur was, dan kocht ik alles biologisch. Ja, ik ook. Dit doe ik ook. Ja, maar dat kan wel. Dat kan wel. Wel toch een dessert moeten nemen. Appelmoes. Oh, dat vind ik wel lekker. Gewoon zo. Zouden jullie elkaar mukbangen? Wat zou je doen als je de loterij zou winnen? Super fan van je. Wereldreis. Ja, ik ook. Is een wereldreis. Mm-hmm. Dan een huis. Zwembad. Alles kopen wat ik wil. En ik zou niet per se allemaal designer kleding of zo. Dat zou ik niet eens kopen. Oké. Okay. Eén Chanel tas. Voor het gewoon te hebben. Ja. Dus de eerste wereldreis. Ja. En een auto. Oh mijn god, een auto. Oh ja. Ja, ik zou ook gelijk meteen een wereldreis boeken. Ik ook. Maar echt overal gaan dan, hè? Ja, maar dan kun je ook gewoon een maand ergens zitten als je wil. Dat kan gewoon. Ja, in Bali. Oh. LA. Oh. Mm-hmm. Zo, maar dan word ik dik. Hoezo? Ga ik naar de Eihop? Ga ik naar dit? Ga ik naar dat? Nou, In-N-Out. In-N-Out. Zeker. Nou, ik vind het goed. Nou, dus kom maar met dat geld. We're ready for you. Ja. Heb je nog een... Het is koud. Het is altijd in jou, hè? Je hebt altijd... Nee, maar nu is het gewoon koud. En ik ken het. Dat is wel waar. Met die frieten. Ben je zitten nu letterlijk al een half uur koude frieten eten. En dan nu een kidding. Koude friet. Ja, dat is echt... Hé, er stond trouwens patat op Deliveroo. Waarom staat dat patat? In Rotterdam. Ga maar naar patat zien. Ja, bij die Tante Nel. Oh mijn god, wat is dat? Van jou. Nee. Je belt van je broer. Nee. Dat is reiniger. Ja, dat doe je even op. En dan gaan we het iets laten intrekken. Oh my god, nee. Waarom? Mijn kleed. Oh, het zit op mijn sok. Het zit op mijn sok. Nee. Hij is de vet nieuw kleed. Het is een freaking... Wat is dit eigenlijk? Oh, dat is die saus. Die saus van de burger. Ik hoop echt dat het werkt. Ik weet niet zo lang we al filmen. Heel lang. 50 minuten! Ja, het is al wel minder. Kom clean with us video. We're changing. Ik ga mijn kanaal veranderen. Voice cleaning tips. Hoe hou je een mooie vlek uit je tapijt? Of ook wel carpet. Noemen ze dat ook. Daar ga ik. Oh nee, ik wilde bijna een ASMR stem opzetten. Stap 1. Oké, okay, ja, stap 1. Kijk naar de vlek. En ga eerst janken dat de vlek eruit. Niet in paniek. Niet in paniek, de vlek gaat eruit. Oh, je bent een held. Ja, weet je dan die rode vlek al? Ja, gadver. Zitten er nog meer vlekken op het kleed? Dat zie je niet. Dat is forever memory. Oh, oh, dat is zo koppel gold. Ik bedoel friendship gold. People. Wij kappen ermee, want we zijn 50 minuten aan het filmen. Ja. En we hebben geen honger meer, want we zitten zo vol. Ik ben gelijk aan het opruimen. Kijk op de tot. But it was
That's me. Zo voel ik me. Ja. Zo'n zak. Zo'n voren zak met plastic bij. Jongens, ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. En ik vond het leuk. Ik geef een duim. Doe mee en geef een duim. Steun ons. Als je het leuk vond, doe dan inderdaad een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer ook op ons kanaal. Want en druk op het belletje. Oh ja, voor notification. Notification squad. Ik wil maar wat doen. Want, you know, nu eten we niet meer. Ik spreek jullie binnenkort weer. Bel jullie binnenkort wel weer, ja. Ik zie jullie later in een nieuwe video. Doei! Doei! Kauwpatat. Ja, ik heb me een half uur aan mijn kauwpatat vergeten.